Ja, maar dat heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, dat pers geboycott, dat klinkt natuurlijk een beetje heftig. Mm-hmm. Want dat is namelijk niet aan de hand. Er zijn gewoon een aantal dingen voorgevallen met twee journalisten. Steenwil Raadgever en die man van de Telegraaf. En die zijn gewoon heel zuur. En ook achter de schermen zijn er dingen geschreven en gezegd waar de mensen niks van weten. Maar waar ik wel heel duidelijk iets van weet. En waar ik ook heel duidelijk iets van vind. En weet je wat het is? Je gaat hier ieder jaar doe je mee met je land. En hetgeen waar je voor kunt zorgen als journalist is dat de sfeer positief blijft. Weet je, daar kun je echt, daar heb je een bijdrage aan. En het enige waar deze mensen op uit zijn, is zuurigheid, narigheid. Een artiest, nou ja, wat dat betreft een beetje belachelijk maken, een beetje klein maken. En daar pas ik voor, daar heb ik gewoon geen zin in. Weet je, dat zij een probleem met mij hebben, of dat ik niet in hun straatje loop, dat is niet eens mijn probleem. Dat is hun probleem en dat is hun bekrompenheid. En ik heb gewoon geen zin om met dat soort zielige mensen te praten.